Dus de Monumentendag is mijn topdag in het jaar. Ja, dat klopt. Waarom is dat een topdag? Nou, dan zijn alle monumenten weer te bezichtigen. Maar wat ik vooral het leuke vind is dat er zoveel vrijwilligers om die monumenten heen actief zijn. Vandaag bijvoorbeeld 1000 kinderen zijn weer langs de monumenten geleid door... 1000? 1000. Van bijna alle schoolklassen in onze gemeente. Met hulp van de mensen van het CUVO en de vrijwilligers van het Gilde. En die hebben daar heel veel plezier aan gehad. En morgen zijn de monumenten open. Vanavond hebben we een interessante lezing. Ik ben heel benieuwd. Want ik heb hem dus nog niet gehoord. Dus het is mijn topdag. Ik sta hier in het koor van de Peterskerk naast Henk de Valk. De Peterskerk is waarschijnlijk het meest bekende monument in Woerden. Wat is nou het specifieke kenmerkende monumentale aan deze kerk? Ja, sowieso omdat het een hele oude kerk is. Als ik je vertel dat er in 720 hadden we hier Bonifatius op bezoek. Bonifatius die werkte als priester, werkte hij dus in het bisdom van Utrecht. En die heeft toen als opdracht gekregen de plaatsen rondom Utrecht te bezoeken. En de plaatsen waar hij kwam, daar stichtte die kerken. De kerk waar je nu staat is niet de kerk die hij gesticht heeft, maar die heeft wel op deze plaats gestaan. Ben, wat ga je hier doen? Ik ga hier met Paul de Boer, professionele pianist wonende in Hilversum, gaan wij een aantal aria's ten gehore brengen. Museum is ook geopend. Ja. Wat kunnen de mensen hier allemaal zo zien? Nou, beneden is het allemaal van de schrijver W.G. van de Hulst. Ik verzamel daarvan alle drukken. Dat zijn er inmiddels bij elkaar aan 3000 boeken. Ook showboekjes, ook vertalingen. En andere curioza dingen. Alles wat met Van de Hulst te maken heeft. Bent u daar een van de, grootste verzamelaars van? Ik mag me daarbij rangschikken, ja. We staan hier bij het hart van het gemaal, mag ik wel zeggen. Ja. Het draait. Doet het nog steeds zijn functie? Het heeft geen functie meer in het waterbeheer van de polder. Het is puur museaal. Op het ogenblik... wordt het water in de polder op peil gehouden door een gemaal wat hiernaast staat, een elektrisch gemaal met 2 elektrische pompen. Alleen om te laten zien hoe het vroeger ging? Ja, dit is echt om te laten zien hoe het vroeger gegaan is, de oude techniek. En dat is nog helemaal authentiek? Dit is nog helemaal zoals het toen was. Liever gezegd zoals het was op het moment dat hij buiten gebruik werd gesteld. Want het is tot 1953 een stoomgemaal geweest. In 1953 is er een elektromotor naast de stoommachine gezet eigenlijk, zodat er ook elektrisch gemalen kon worden. Maar vanwege de internationale toestand toen wilde men niet afhankelijk zijn alleen van het elektriciteitsnet. Dus de stoommachine moest blijven staan en ook nog zodanig dat die kon werken. In de 60er jaren heeft men besloten dat dat niet langer hoefde en is de stoomketel weggehaald. Maar voor het goed ondersteunen van de as van de pomp waren de lagers van de stoommachine nog nodig. Dus zo is de stoommachine blijven staan. Henriette van Slagmaat, we staan hier in de van oudsher wasserij. Ook een monument, de vlag hangt buiten. Het thema is plaatsen van plezier. Ja. Welke connectie is daarmee? Nou, we hebben het gisteren even in perspectief gezet. Een wasserij was echt hard werken, dus ik denk niet dat dat plezierig was. En sinds 2007 is daar een omslag gekomen, een galerie. Nou, dat is een plek van plezier. Want daar kun je ontspannen, daar kun je genieten van mooie dingen. Is er verder naast de belangstelling voor de artikelen die hier zijn, ook nog belangstelling voor het pand aan zich door bezoekers? Ja, altijd. En soms is het omdat een mevrouw bijvoorbeeld heel erg naar de tassen wil kijken en haar man denkt...
waar zal ik het nou eens over hebben, want die vindt dat helemaal niks. En dan vertel ik wat over de geschiedenis van het pand. En dan merk je dat dat een hele leuke verstrooiing geeft. En dan hebben we een win-win situatie en een verkochte tas en een blije meneer. Dus wat wil je nog meer? En het huwelijk gered misschien? Misschien wel, ja, wie weet. En met Monumentendag zorg ik altijd voor dat er een mini-expositie is met items uit het verleden van de wasserij die betrekking hebben op het thema van Monumentendag. Want ik vind het heel leuk om daarmee te spelen. En dit keer heb ik bijvoorbeeld dat promotiemateriaal opgeduikeld, want dat maakte dan toch dat die saaie was wat extra's kreeg. Ik sta hier in de kapel Weddenstein. En met wie heb ik het genoegen? Met Letty Vianen, een van de vrijwilligsters van de kapel. De kapel is ook opengesteld vandaag voor Open Monumentendag en zo dadelijk gaat er een concert plaatsvinden. Wat is het karakteristiek aan deze kapel? Nou, karakteristiek is sowieso een van de gebouwen van de naoorlogse architectuur. Wie is de architect? De architect is de heer Van Halteren uit Den Bosch. En die heeft onder andere is het van invloed van de Bossche school. En het kenmerk van naoorlogse architectuur is de glazen, dat is dansige glas. En dat is omgeven door betonnen randen. Dat is een van de kenmerken van naoorlogse architectuur.